Hoi allemaal, wat fijn dat je op deze video hebt geklikt. Nou, het is een andere video dan jullie gewend zijn van mij, maar ik denk wel een van de belangrijkste video's die ik ooit heb opgenomen. Dus ik hoop dat je er even lekker voor gaat zitten. Laat je niet afleiden door alles wat er nu eventueel om je heen gebeurt, want ik heb echt jullie aandacht nodig omdat ik jullie ontzettend kan helpen met deze video om ervoor te zorgen dat jij geen slachtoffer zult worden van internetcriminaliteit. Internetcriminaliteit is op het moment enorm groeiende, enorm groot, heel krachtig. Het gebeurt te vaak, te veel. Te veel mensen zijn slachtoffer. En er zijn een paar kleine dingen die je zelf kunt toepassen, zodat de kans veel en veel kleiner wordt dat jij slachtoffer wordt van internetcriminaliteit. Dus, we gaan beginnen. Ik ga jullie stap voor stap even vertellen hoe en wat. Eigen ervaring, helaas maar waar. Ga ik jullie ook wat meer over vertellen. En dan hoop ik dat ik met deze video toch een paar mensen heb wakker kunnen schudden. Want zo zijn wij mensen. Wij denken altijd, ach joh, het zal mij niet overkomen. Totdat het je overkomt. En dan denk je, had ik maar. En ja, daar wil ik jullie eigenlijk gewoon voor beschermen. En dat kan heel makkelijk. Dus daar gaan we even stap voor stap doorheen. Goed, er zijn verschillende vormen van internetcriminaliteit. Ik zelf ben slachtoffer geworden van internetcriminaliteit, inmiddels 2 jaar geleden. En dat is inderdaad iets, wat ik dus net ook al aangaf, iets waarvan ik nooit had gedacht dat dat mij zou overkomen. In mijn geval was het zo, ik had blijkbaar een iCloud en dat wist ik niet. En voor iedereen die een Apple-telefoon heeft, het blijkt dus zo te zijn dat vanaf jouw eerste iPhone heb je een iCloud. Als je dat dus niet zelf uitzet, dan heb je die gewoon. En in mijn beleving heb ik dat nooit gehad, nooit aangezet. En heeft hij dus van de afgelopen 7 jaar alles bewaard. En mijn iCloud is dus gehackt. En al mijn privé-eigendommen die daarop stonden, die zijn gestolen. En een aantal van deze privé-eigendommen zijn ook gepubliceerd. En is dat wel voor mij de allergrootste nachtmerrie die ooit is uitgekomen. Ik wil daar niet te lang over praten, want de mensen die me al langer volgen, die weten hoe... hoe heftig deze periode voor ons is geweest. Wij zitten eigenlijk nog steeds middenin. Het is iets wat denk ik ook nooit zal stoppen. Wat nooit zal ophouden. Het is een litteken dat altijd zal blijven. Het is niet dat ik dat kan afsluiten, strikje erom en hup in de kast. En we doen net of het nooit is gebeurd. Alhoewel ik dat wel heel vaak probeer. Maar het is iets wat forever gewoon bij mij blijft. En dat, zo moet ik... Gewoon verder en dat heb ik nu geaccepteerd, maar dat is nooit mijn eigen keuze geweest. Dus daar baal ik wel heel erg van. Ik heb er nog steeds ontzettend veel last van. We zitten zelf nog middenin. De rechtszaak die is nog steeds niet geweest, want ik was niet het enige slachtoffer van mijn hacker. Het waren er zoveel dat het dus daarom zo lang heeft geduurd voordat wij uiteindelijk zouden weten hoe nu verder. Ja, wat onze ellende betreft. Tegen die tijd zullen jullie natuurlijk alles van mij te horen krijgen, maar daardoor kunnen we het echt... nooit niet afsluiten, zeg maar. Maar ik wist dus niet dat ik een iCloud had. En ik wist dus niet dat iemand mij ooit van plan was om te gaan hacken. Om daar uiteindelijk dan gewoon mijn leven compleet mee te veranderen. En had ik toen destijds maar geweten wat ik had kunnen doen om mezelf beter te kunnen beschermen. En in mijn geval met een iCloud is het heel simpel. Er zijn 2 tips die ik je kan geven. En dat zijn dat jij je 2-stapsverificatie altijd aanzet. Dus dat betekent dat wanneer jij in jouw iCloud wilt, dan voer jij je wachtwoord in. Op het moment dat jij je wachtwoord invoert, krijg je een sms op je telefoon. En op het moment dat jij je sms opent, staat er een code. En met die code kan je dan inloggen en dan open jij je eigen iCloud. Dus als iemand anders van buitenaf jouw iCloud in kan, omdat hij jouw wachtwoord heeft geraden of wat dan ook... dan kan hij er dus niet in, want hij heeft die code nodig van je telefoon, van je sms. Dus dat is eentje, die moet je sowieso aanzetten. Ook op je mail, ook op je iCloud, ook op je social media kanalen. Op alles zet je 2-stapsverificatie aan. Dan kan er nooit iemand anders in. De tweede is wachtwoorden. Verander je wachtwoorden regelmatig. En gebruik niet voor elk platform hetzelfde wachtwoord. Gebruik verschillende wachtwoorden en maak de wachtwoorden ook niet te moeilijk. Dus gebruik niet de achternaam van je moeder en de naam van je eerste hond, je geboortedatum erbij, dat soort dingen. Wees gewoon heel uniek en heel
gek in je wachtwoorden, maar niet wat dichtbij je staat. Dus dat zijn de twee tips die ik je kan geven om het probleem wat mij is overkomen, om dat te voorkomen. Dat het jou in ieder geval niet zal overkomen. En ik raad je het gewoon aan, want wat wij hebben meegemaakt, wat ik heb meegemaakt, dat gun ik echt mijn ergste, grootste vijand niet. Dat gun je niemand niet, want het is gewoon best wel intens. Heel heftig. En wat ik zeg, mijn leven is daardoor veranderd. En dat zal nooit meer teruggedraaid kunnen worden. Dat is wat het is. Nou, dat gezegd te hebben, is het heel, heel, heel belangrijk dat je eerst checkt en dan klikt. Want internetcriminelen zijn op het moment heel actief via e-mail, via WhatsApp en via betaalverzoekjes. Die drie. Dus soms kan je een e-mail binnenkrijgen die eigenlijk, voordat ik dat verhaal even afmaak, soms ben je niet gefocust. Soms ben je in gesprek met iemand of zit je in de trein, ben je ook gewoon in gesprek met iemand. En op dat moment komt er iets binnen op je telefoon, je leest het en je denkt, oh oké, je klikt even. Dan is het al te laat. Dus je moet altijd goed en gefocust, in dit geval heb ik het even over e-mail, je e-mail lezen. Als er dan in de e-mail vaak een link staat, klik dus niet zomaar op de link. Klik dus ook niet zomaar op de bijlage. Kan phishing zijn. Phishing is datgene wat nu op het moment ontzettend veel gebeurt. Op deze manier kunnen de criminelen toegang krijgen tot jouw computer. Op deze manier kunnen zij ervoor zorgen dat jij betaalt. Dat jij dus een betaallinkje betaalt. Zij krijgen het geld. Dus jouw geld wordt regelrecht gestuurd naar iemand die jij niet kent. En zij kunnen eigenlijk gewoon toegang krijgen tot al jouw privé-eigendommen als je in je computer kunnen. En dus kan je ook weer op die manier enorm veel ellende meekrijgen. Het is dus gewoon heel belangrijk dat jij niet zomaar een bijlage opent. Maar check vooral even, zodra een bijlage EXE in de naam heeft, dan is de kans heel groot dat je met phishing te maken heeft. Let ook op de aanhef. Als er staat geachte mevrouw of geachte klant, hoogstwaarschijnlijk phishing. Want bedrijven benaderen je persoonlijk. Dus dan is het geachte mevrouw Pontecorvo. Als je de link niet vertrouwt, kun je deze checken op checkjelinkje.nl. Dan weet je in ieder geval zeker of je te maken hebt met een echt bedrijf of met een nep bedrijf. Wat ze ook vaak doen, dus als je daardoor niet oplet, want je bent bijvoorbeeld half in gesprek, is dat ze bijvoorbeeld gebruiken www.bnak.nl. Terwijl het www.bank.nl is. Dus ze gaan het net een beetje veranderen, maar het lijkt wel op het origineel. Waardoor jij, als je op dat moment even druk bent, niet gefocust bent, daar volledig overheen leest. Dus dat zijn allemaal van die kleine dingen waar je echt op moet letten. Zodra jij een betaalverzoekje krijgt, check dan of jij ook iets hebt afgesproken met iemand. Dat je diegene nog geld moest terugbetalen. Bel diegene of app diegene. Als het dus niet mogelijk is om diegene te bellen of te appen en je kent het nummer niet, betaal het niet. Klik niet op het linkje en betaal het niet. Heb je nou toch geklikt, dan zijn er een aantal dingen die je moet doen. Als eerste, neem direct contact op met de organisatie waarvan de gegevens misbruikt worden. Als tweede, aangifte doen bij de politie. En als derde, meld bij de fraudehelpdesk het WhatsApp-nummer, het e-mailadres, het sms'je. Heel belangrijk dat je die meteen meldt. Er zijn er nog 5 simpele stappen tegen internetcriminaliteit. Dat als je die 5 stappen onderneemt, dan is de kans dus gewoon kleiner dat jij slachtoffer zult worden. Sowieso kunnen jullie even een kijkje nemen op veiliginternetten.nl. En dat raad ik je ook aan, want daar staat alles van A tot Z uitgelegd. Hoe de internetcriminelen op het moment te werk gaan. Hoe jij dus jezelf kunt beschermen hiertegen. En what to do. Ik zet de link in de beschrijving. Dat na deze video, klik even op die link. Check nog even veiliginternetten.nl. En pas het dan allemaal toe. De allerbelangrijkste dus om internetcriminaliteit tegen te gaan is eerst checken, dan klikken. Dus je checkt alles grondig voordat jij zomaar klakkeloos op een linkje klikt. Het bedrijf check je even, je dubbelcheckt het, je belt, je controleert gewoon of het een echt e-mailadres is of een echt WhatsAppje of een echt betaalverzoek. Totdat je 100% zeker weet dat het echt is, dan pas klik je op de link. Goed, wat ik net ook al aangaf met mijn verhaal, wachtwoorden. Verander je wachtwoorden regelmatig en gebruik niet één en hetzelfde wachtwoord voor al je platforms.
Wat ook een hele goede is, is de software updates die regelmatig opkomen, die je dan kunt uitvoeren. Doe deze ook meteen. Denk niet, oh irritant, doe ik morgen wel. Of oh hup, doe ik overmorgen wel. Nee, voer hem direct uit. Gebruik altijd een virusscanner. Altijd. Denk niet, ja ik heb een Mac, een Apple Mac, dus die kan geen virussen krijgen. Altijd een virusscanner gebruiken. Maak backups. Hoe dan ook, van je mobiele telefoon, van je computer. Maak backups. Dit zijn even in het kort tips die ik jullie kan meegeven. Die ik allemaal volledig heb toegepast in mijn leven. Waardoor ik nu gewoon sowieso een veilig gevoel heb. En weet dat het mij nu niet meer zo snel zal overkomen. Maar een ander wel die al deze stappen die ik jullie net heb verteld niet heeft toegepast. Bij mij is het zo, ik ben door een enorme hel gegaan. Ik heb heel veel shit over me heen gekregen. Ik heb het er heel zwaar mee gehad. Het is een onderwerp waar ik nog steeds... Ik vind het heel moeilijk om over te praten. Ik hou me vaak sterk. Niet heel lang geleden ben ik met iemand heel diep op het onderwerp ingegaan. En dan stroomden de tranen uit mijn ogen over mijn wangen en kon ik niet stoppen met huilen. En dan denk ik, jezus, het is gewoon 2 jaar geleden. En ik ben nog zo, zo beschadigd hierdoor. En toen kwam het besef bij mij ook van, dit gaat ook nooit meer weg. Dit is iets wat niet meer weg ebt. Dit is gewoon iets wat voor altijd bij mij blijft. Ook omdat ik er gewoon never nooit meer van afkom. En er continu mee wordt geconfronteerd, nog steeds. En ik wil alleen maar dat dit nooit meer zal gebeuren bij geen enkele andere man, geen enkele andere vrouw. Dat we gewoon ons privé kunnen houden. Dat niemand aan je geld zit. Dat niemand aan jouw foto's zit. Dat niemand aan jouw privé-eigendommen zit. Het is van jou en het is niet van zo'n crimineel die vervolgens ermee aan de haal gaat. En vervolgens heel veel geld ermee kan stelen. Ik wilde zeggen verdienen, maar dat is natuurlijk niet verdienen. Het is gewoon slechte mensen die gewoon... Weet je, het hoeven ook helemaal niet hele heftige foto's te zijn of zo. Het kunnen ook gewoon foto's zijn van jouw kindje toen jouw kindje een baby was. Of bepaalde hele bijzondere momenten die je op papier hebt, op foto. Waarvan jij dat gewoon... Dat wil jij voor jezelf houden. Dat is niet bedoeld voor een ander. En het gaat mij er gewoon om dat een ander er eigenlijk gewoon heel makkelijk in kan. Als je alles wat ik net heb verteld niet toepast. Je kan diegene er zo makkelijk in. En die ziet gewoon foto's en eventuele filmpjes en eventuele gewoon persoonlijke momenten van jou. En dat is niet bedoeld voor iemand anders. En ik vind het al bijna erg dat wij met z'n allen dit allemaal moeten gaan toepassen. Omdat we altijd maar bang moeten zijn dat jij de eerstvolgende zult zijn. En dat is wel zo. Het is nu 2019 en helaas, maar waar moeten wij dus nu zo denken en moeten wij dus nu zo leven? Dat dit moet je doen, want als je dit niet doet, ben jij het eerstvolgende slachtoffer. Nou, daar zit je niet op te wachten, geloof me. Die ellende wil je echt niet over je heen krijgen. Je wil niet dat je ineens slachtoffer bent van phishing en geld bent verloren. Er wordt van je gestolen. Mensen hebben toegang tot je computer. Ah, ik krijg gewoon kippenvel over mijn hele lijf. Maar goed, wij kunnen dus met z'n allen het een stem geven. Bespreek dit met al jouw vrienden, met familie om je heen. Laat voor mij een paar deze video zien. Stuur iedereen naar veiliginternetten.nl. En dan kunnen we het internetcriminelen een stuk moeilijker maken. En nu gaat het gewoon allemaal veel te makkelijk. Omdat mensen gewoon niet weten hoe je jezelf kunt beschermen. Ik wist dat niet. Wist ik het maar. Oh, als ik dan weer terug ga naar die tijd. Oké, goed. Ik hou het nu voor gezien. Ik wilde dit met jullie delen. Ik moest dit met jullie delen. Ik wil mijn netwerk hiervoor inzetten. Zodat we gewoon met z'n allen heel veel andere mensen kunnen helpen. Oké, nou, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie hopelijk zondag weer in een nieuwe vlog.